Hallo en welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan weer lekker Minecraft spelen. Ik wil vandaag een bouwaflevering doen. Ik moet even kijken hoe ver we komen. Want zoals ik in de video van woensdag al zei. Ben ik een beetje aan de moeie kant. Ben ik nog steeds een beetje ziekjes. Maar goed, we gaan lekker bouwen. Ik ga eventjes wat dingen bij elkaar zoeken. Wat we moeten hebben. Dus dan zie ik jullie zo. A few moments later. Oké, volgens mij heb ik nu wel zo'n beetje alles wat ik... Oh nee, hekjes. Hekjes. En... gates, of course. Voor de mensen die zich afvragen wat we gaan bouwen vandaag. We gaan een paardenstal maken. Want mijn paard staat natuurlijk nu al een tijdje daar een beetje te staan. En ik had zoiets van, hij moet nu wel een keer een plekje gaan krijgen. Hoeveel heb ik nodig? Ik heb een button gemaakt, dat was niet de bedoeling. Maar oké. Zoiets. Prima. Oké, ik bedacht me ineens dat wij helemaal nog geen diamond shovel hebben. Dus die moeten we nog even maken. Ik heb geen... Ik had wel hout, maar nee. En hier wil ik ook even enchanten. Ik heb alleen geen level 30. Dat is een beetje vervelend. Kunnen we even kijken wat we kunnen krijgen voor level 29. Kijken. Oeh, nee. Level 30 worden, oké. Ik ga even snel fixen dat we level 30 worden. Dat kunnen we op zich wel even doen met naar buiten gaan. Aangezien er zombies en zo zijn. Ik weet niet hoe snel dit gaat, maar goed. Ik denk dat traden bij de villagers sneller gaat, om eerlijk te zijn. Dat gaan we wel even doen. Het gaat veel sneller. Oké. Oké, moet ik even stickies pakken? Op zich kunnen we dit wel even gebruiken, denk ik. Oké, prima. Hopelijk is dit genoeg. Heb jij mending? Ja, oké, dan moet ik even iets anders vasthouden. Mijn arm. Oh, mijn arm wordt zo mend. Dat zou helemaal kut zijn. Nou ja. Hello, makker. Was dat alles? Jezus. Oké, wat hebben we? Oh, ik had al een crafting table in mijn inventory. Oké, dit duurde wel even. There we go, level 30. Thanks, makkers. Ik hoop wel dat ik er ook nog iets... Makker. Can you not? Oké. Ik hoop in ieder geval dat we er ook nog wat op krijgen. Naast... De efficiency. Oké. Let's see. Kijk, mending kunnen we er zelf op zetten. Dus dat hoeft niet per se. Maar een breaking of zo, dat zou wel chill zijn. Oh, laat ik een stick enchanten. Ja, man. Silk touch. Oké, dat is op zich best wel nice. Daar ben ik... Nou, daar ben ik niet ontevreden over. Vind ik prima. Oké, eventjes wat shit weggooien. Dit kan weg.
Dit kan weg en dit kan weg. Oké. Nou, dan gaan we eerst even uithakken. Want de planning waar ik hem wil bouwen is dus hier. Alleen, er staat een berg in de weg. Dus die moeten we even een beetje weghakken. Yo. Ziek. Dus dat gaan we even doen. Als ik hier even mijn bouwshit in doe. Dit. Zo. Dan heb ik even in mijn inventory ruimte voor alle dirt en zo. Dat kunnen we ook wel weer gebruiken, want ik moet dit straks ook nog allemaal gaan terraformen, zodat het er een beetje goed uitziet. Maar het voordeel van Silk Touch is dat je dus ook grass blocks krijgt. En die kan je best wel nice gebruiken voor sommige dingen. Ik denk dat dit al aardig goed is qua ruimte. Ik haal er nog een klein stukje van af. Ik denk één of twee laagjes en dan is het wel Gucci. Oké, dit is wel even goed, denk ik zo. We moeten natuurlijk even de ste het steen nog weghalen. In ieder geval dit, zodat we daar gewoon, ja, gewoon dirt in kunnen gooien. Maar ik ga dus een plekje maken voor een, hoe heet het? Voor plek voor drie paarden. Dit omdat ik denk van ik wil sowieso een nog een hoe heet zo'n ding? Een donkey. En ik wil heel graag aan de ene kant een mule. Voor de mensen die een mule niet weten wat een mule is, dat is een combinatie tussen een paard en een ezel. Dus die heeft zeg maar de snelheid van een paard en de ability om dus bijvoorbeeld kisten op zich te dragen als een ezel. Dus dat kan, maar ik denk dat het best wel nice kan zijn. Okay. Ik heb een klein designtje gemaakt voor de paardenstal in mijn bouwwereld. Die ga ik dus nabouwen. Hier. Oké, ik denk dat het wel genoeg ruimte is. We gaan gewoon hier beginnen ergens. Nee, ik ga denk ik aan deze kant beginnen. Want als ik een beetje kan weten van, oh, ik wil hem daar gaan. Oké, moeten we wel even alle dirt wegleggen. En dan moeten we even alle andere zooi weer pakken. Oké, zo. Ik heb deze nodig, denk ik. Oké, we beginnen met de hekjes en zo. Wow, één stekkie dirt, want ik vind dat altijd wel fijn om dat bij de hand te hebben om. Ja. Okay. Ik denk dat ik de eerste opening hier wil hebben ongeveer. Hoeveel diep was die ook alweer? Volgens mij 3 diep. Laat me heel even checken hoor, want ik had er een foto van gemaakt. 4. Oké, dat gaat dan misschien 1, 2, 3, 4. Ja, het kan net in principe. Moet hij wel op zijn ding komen? Oké. Nou, we gaan even bouwen, jongens. En dan. Ja, zie ik jullie straks.
Zo, dit was in ieder geval ongeveer wat ik had. Alleen, er moet wel nog een laag van de berg af. Want ik kan hem net niet helemaal lekker afmaken. Dus dat moeten we nog even snel doen. Voor het mooie eigenlijk twee lagen. Nou ja, daar kijken we straks wel even naar. Zo, dan kunnen we nu het dak afmaken. Zo, waar ik nog wel naar zat te kijken toen ik het zo zag, was dat ik dit lijntje ook hier wil hebben. Alleen sluit dat niet helemaal lekker aan. Dat is een probleem. Oké, ik kan het ietsje aanpassen op like this. Ziet het er oké uit? I guess. Ik kan het ook nog zo doen. En dan is het zo recht. Nee, we gaan. Ja, oké. Ik doe hem gewoon zo. Ik doe wel een klein beetje nog diepte in de stal zelf, zeg maar. Oh, dat was niet de bedoeling. Zo, en dan deze weg en deze weg. Hallo? Deze weg. Zo, zo. Zo. Nou, paardje. It's time for you to find your new home. Shit. Oké. Okay. I did not. Oké. Okay. Het werkt soort van. Oké, het werkt een beetje sloom. Maar goed, het werkt. Paard, stay, please. Daar heb ik ook niet over nagedacht, maar volgens mij kan hij er niet uit hoor. Zo, buttons om af te werken. Gewoon net iets meer detail. Ik heb daar echt nooit mee gewerkt, maar ik vond het wel leuk. Nou, het paard die staat daar lekker te chillen op de barrel. Heel erg fijn ook. Heel chill. Come on, man. Thanks. Yeah. Look at him go. Oh. Verkeerde knoppen. Help. Deze wou ik hebben. Look at him. Look at him chill. Nice. I like it. We moeten nog wel even een leuk naampje voor het paardje hebben, jongens. Dus laat die even weten in de reacties of in Discord. Waarschijnlijk Discord, aangezien YouTube kut doet met reacties. Ik wil misschien wel de sugarcane farm nog gaan verplaatsen dan. Want het voelt nu een beetje krappies. Maar dat komt nog wel. Planning was een beetje om ook nog wat aan mijn huis te doen. Aan de inrichting van mijn huis. Maar ik denk niet dat ik dat nog ga doen. Want ik begin alweer een beetje moe te worden. En we zijn ook weer een half uur aan het opnemen. Dus op zich vind ik het ook wel weer Gucci. En daar is het luchtalarm. Heel chill. Ik weet niet of je het überhaupt hoort op de op video. Maar hey. Fun information. Weten jullie ook gelijk hoe laat ik dit opneem? Nou, oh ja. Dit een klein beetje afwerken. Soort van. Oké, dit ziet er niet uit.
Zoiets, sure. Ja, prima. Prima. Alleen de berg moeten we misschien nog wel een beetje afwerken, want het ziet er een beetje wel plat uit. Maar ik ben best wel blij met de paardenstal, hoe die is geworden. Laat even weten wat jullie ervan vinden. Hij is gewoon simpel, maar toch ja, wel leuk. En we kunnen hem altijd uitbreiden, mochten we nog meer paarden hebben. Kunnen we deze kant nog 1 of 2 hokken erbij maken. Ik vond het ook wel leuk om een keertje de grond met potsel en gravel en wat hooibalen te doen. Keer wat anders. Dus de inrichting van mijn huis zal even moeten wachten. Ik wil misschien volgende aflevering, denk ik, we gaan focussen op Netherite. Want dat was eigenlijk al een beetje, had ik al een beetje geteased voor deze aflevering. Maar om mezelf het iets makkelijker te maken vandaag, omdat ik me niet helemaal lekker voel. Ik ga dat echt te vaak zeggen in de video's van deze week. Maar goed, iets makkelijker te maken, dacht ik. Ik ga lekker bouwen. Had ik ook best wel veel zin in. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat dan zeker een like achter. Abonneer op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. En laat het even in de reacties of op Discord. Linkje staat in de beschrijving. Even weten wat jullie denken voor het naam van het paard. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Bye!